U bent bij Mike's Live Biljart Studio. Piet Bouter gaat wat punten maken vanaf Akiet. Ik tel mee en ik ga nu een beetje verslag geven over de karambols die hij maakt. Hier de Akietstoot, mooi recht afgestoten. Een beetje mee effect, goed door de bal. 1. Vol op de gele bal. Rood bij de korte. Zijn bal kan hij mooi dus dun via geel spel. Hij zou ook de andere kant langs kunnen. Maar hij ligt dan op het biljart. Dus hij kijkt naar de dikte van geel. Dus heel dun van geel. Net aan raak. Nu zag dat er een lichte zwaai in zijn achterhand zat. Dus de voorbeweging was iets te onbezuist. Dus het moet wat rechter. En dat is ook wat we oefenen. We proberen een mooie rechte afstoot te krijgen. Nu kiest hij weer een positie op geel. Dus voelen, voelen, tak. Voelen, voelen, tak. Kijk, 3. Keurig. Zie je, hij wijst mooi met de keu naar voren. Dus hij houdt goed de lijn vast. Nou, hij krijgt eigenlijk ook een mooie positie, krijgt hij hier terug. Dit is kleinspel. Kijk, nou is het ook weer de kunst om de dikte te bepalen. De dikte van geel of van rood. Altijd kiezen welke bal je speelt. Hij gaat dus van geel. Dus voelen, tik. 4. Kijk, ziet u? Plaatsing op de gele en op de rode. Kijk, iets te hard om er tussendoor te spelen. Maar hij kan nu een trekstootje maken of een piqueetje. Kijk, u zag dat hij een piqueetje wilde maken. Kijk, dit is een korte voorbeweging. Dus voelen, 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 tik. Zie je? 5. Kijk, iets te voorzichtig op de gele bal, waardoor geel een beetje wegblijft. Maar het is gewoon, kijk, door veel te oefenen word je wat vaardiger. En ook mooi om terug te kijken hoe je dat kunt verbeteren. Kijk, hier probeert hij een bal dun te spelen van rood. Via twee banden, dus de lange band. Dus voelen en rustig duwen. Voelen, voelen, duw. Kijk, hij stoot hem wat fel af. Eerste beurt. Hij had hem iets rustiger af kunnen stoten. Maar hij is iets te dik, waardoor hij dus er net voorbij gaat. Kijk, hier gaat hij weer een beetje op de tafel liggen. De speelbal ligt wat ver op de tafel. Gaat dun van geel. Dus voelen, voelen, duw. Kijk, zijn keu gaat weg. Hij 6. Maakt hem dus wel. Maar dat is niet helemaal recht naar voren met zijn achterhand. Maar het is mooi raak. Hier ligt weer zo'n bal. Nou kan hij er wat makkelijker bij. Dus die andere positie die hij net had. Dan lig je wat op tafel. Krijg je wat spanning in je lijf. Kijk, nu kan hij weer mooi op zijn benen staan. Goed de dikte bepalen. En dan probeert hij hem dus met een beetje links effect via de korte band naar de rood te spelen. En mooi in te zetten. Voelen, voelen, tak. Kijk, mooi ingezet. Kijk, dat zie je 7. Ook hoe hij hem aanwijst. Hij is nog wel een beetje nieuwsgierig hoe het afloopt. Maar hij is mooi gespeeld. Kijk, hier ligt een positie. Geel aan de lange band. Hij zou hem kunnen trekken van rood. Hij kiest voor een dun balletje van geel. Dus hij gaat kijken, mooi staan. Dus voelen, voelen, tik. Tik. Kijk, 8. Rustig, mooi, goed gespeeld. Kijk, hier krijg je een positie. Die kan die of trekken van rood, of trekken van geel. Of de band van geel, kan ook nog. Nou, hij kiest voor een trekstoot van rood. Dan gaat hij er in ene op. En wat gaat rood doen? Die gaat naar de korte band, lange band, korte band. En die gaat een beetje naar de andere kant toe. Dus die kan hij een beetje terughalen. Dus voelen, voelen, tak. Voelen, voelen, tak. Zie je? Tak. 9. Kijk, iets mooier blijven staan, maar goed. Het is mooi gespeeld. Het is goed ingezet in ieder geval. Maar de perfectie gaat zo af en toe komen. En dat zie je ook aan Piet, hoe hij het ook probeert. Om zijn afstoot mooi te maken. Goed in die diktes te blijven staan. Dus echt zoeken. Dit wordt een tweebandje. Dus rood, lange band, 10. Korte band. Kijk, redelijk goed afgestoten. Kijk, hij heeft in ieder geval een plaatsing op de gele. Kijk, deze die moet je eigenlijk zo dik mogelijk van geel spelen. En dan voelen, voelen, tak. Dus mooi inzetten. 11. Kijk, hij is mooi raak, maar ik had hem dikker kunnen spelen. Kijk, hij valt in dit geval geplaatst op de rode. En geel ging heen en weer, omdat hij wat dun was. En die blijft ook op hetzelfde baan. Dus nu gaat hij dun van rood. Dat is een klein stootje voelen, voelen, tik. Een klein tikje met een beetje energie. Korte energie. Voelen, tik. Kijk, en dan geeft hij iets te veel effect, waardoor hij dus voor langs gaat. Dus hij is iets te dik. Iets te dik geraakt. Toch een redelijk gespeelde bal.
Je ziet hem toch een beetje met het lichaam bewegen als hij stoot. Niet bij alle ballen. Dat gaan we ook straks wel een paar keer zien. Dus deze snijdt hij van geel. Beetje rechts effect. 1-band, 2-band, 3-band. Kijk, 12. Hij springt wel gelijk omhoog. En hij maakt een mooi punt. Kijk, en als de ballen dan wat ruimer vallen, dan is de kunst om gewoon rustig te blijven en goed een dikte te zoeken op de tweede bal. In dit geval gaat hij van rood. Kijk, als Piet dun speelt, dan gaat hij in 1. Als hij dikker zou spelen, met een beetje effect, gaat hij via 2 banden. Dus we gaan kijken wat hij doet. Rustig voelen en door de bal. Kijk, mooi blijven staan. 13. Kijk, vol erop, zie je. Hij gaat toch wel heel goed door de bal heen. Het is wel wat hard, maar dat komt vanzelf. Dat ga je gewoon leren. Kijk, in een grote bal mag je best wat harder stoten als je maar recht afstoot door de bal. Dus met het trainingsspel wat ik heb ontwikkeld, de O en de X en de kegeltjes, daar kun je heel goed mee leren afstoten. Kijk, deze gaat van geel op dikte en probeert hij hem rustig richting rood te spelen. Kijk, hij is iets te dik, waardoor hij klost. En hem ook maar net aan langs gaat, ietsjes dunner, had hij nog makkelijk gekund. Het is helemaal niet zo'n slechte bal, maar het gaat dan net aan mis. Maar de rust om het goed te doen, dat is de kunst van het hele spel. Dus om iedere beurt goed op te laden, dus er wordt een 1-bander. Dus hij gaat geel, zit een beetje onderaan de bal, half dik. 2/3 dik, half dik. Kijk, en dan gaat hij via 2 banden naar de rode bal. Dus hij maakt nu gewoon een punt via de lange band, korte band op rood. Valt wel een ruime bal. Maar hij kan altijd kiezen van welke bal hij wil spelen. Kijk, in dit geval gaat hij van rood. Kijk, en dan kan hij dus dun, dan gaat hij in 1. Als je effect geeft, gaat hij 2 banden. Als je iets minder effect geeft, wat dikker van rood, gaat hij ook via 2 banden. Dus voelen, voelen, stoot. Kijk, hij speelt hem niet heel dik, maar hij komt wel al 15. Terug, de rode bal. Als je hem iets dikker speelt, komt hij nog meer terug, maar hij is wel mooi raak. Dus je mag weer door. En hij heeft hem goed ingezet. Dus niet te voorzichtig. Goed door de bal. Kijk, nou probeert hij een 1-bander te maken. Kijk, en dat is een juiste dikte moet je dan kiezen. De voelen, voelen, tak. Kijk, en dan gaat hij via 2 banden achterom. Dus dan is hij te dik en te veel effect. Vierde beurt. Of te veel effect. Want de rode komt er eigenlijk mooi bij. Dus de dikte was wel goed, maar gaf te veel rechts effect. Of meer effect had hij voor de 2-bander kunnen kiezen. Nou, dit is een bal die gaat van geel in 1 erop. Dan kun je dus stevig stoten dat geel op en neer gaat. Dus voelen, voelen, voelen en flink uithalen. Kijk, goed erin. Kijk, dan komt rood. Of de gele komt terug. Hij is volop rood. Kijk, rood blijft wel een beetje bij de korte band. En dan krijg je een klos van geel. Kijk, dat komt eigenlijk omdat de gele bal wat te dun speelt. Dan gaat zijn bal te veel lopen. Dus dan wordt je bal niet rustig. Hoe dikker je dus de tweede bal kan aanspelen, hoe rustiger jouw bal gaat rollen op de tafel. Waardoor je meer stuurt met 2. Nu probeert hij via 1 band. Kijk, rood te raken. Nou, uit de klos. Kijk, en het wordt een 2-band. En net niet raak. Dus hij probeert hem wel te plaatsen. Dus op zich helemaal niet zo slecht. Kijk, als hij dus de gele raakt en hij ligt mooi geplaatst op geel, dan kun je weer een mooi trekstootje maken. Kijk, in dit geval ligt die kort bij geel. Dan wordt het altijd weer lastig om het vervolg te maken. Dus hij gaat nu via de lange bal met wat rechtseffect. En dan in 1 band naar de rood toe. Dus voelen, voelen, tik. Kijk, kort tikje, maar iets te kort effect. Kijk, dus hij krijgt niet de draad. Dat komt omdat hij er kort op ligt. Waardoor hij een beetje de controle nog kwijtraakt. Kijk, dan krijgt hij weer een mooie stoot van geel via 1 band. Dus lange band gebruiken. Dus goed in de bal gaan. Mooie dikte bepalen. Voelen, 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 rustig voelen. En mooi erin. Kijk, die is helemaal niet zo slecht afgestoten. Kijk, 1 band, 2 band. Kijk, net geen karambol. Iets te zacht gespeeld, hè? Dus iets te kort klap. Ietsje steviger door de bal heen. Iets meer energie. Kijk, nu ligt hij weer dun van rood. Dus voelen, voelen, tik. Klein tikje. Tik. En goed blijven staan, Piet. 17. Mooi erop. Op dikte. En je ziet het leuk, hoe leuk het is dat hoe iemand gewoon eventjes zijn praktijk kan laten zien. Door middel gewoon van x aantal karambooltjes te maken. En gewoon met de gedachtegang van wat we leren op de lessen. Dat we gewoon lekker bezig zijn om goed
die discipline erin te krijgen. Om mooi te richten en mooi te stoten. Kijk, iets is te dik en een beetje hard. Je had gewoon een plaatsbomen te worden, dus zachtjes de gele spelen. Achtste beurt. En dan rustig naar rood. Nee, nou ligt er een mooie bal van geel, dus die kan die rustig op dikte voelen, tik. Kijk, geel loopt en rood 18. loopt. Dus hij laat ze allebei lopen. Klosje, kijk, klosje zorgt ervoor dat rood naar de hoek toe gaat. Dus ja, je kan zeggen hij is wat te hard. Maar als hij hier een beetje bij kan. Kijk, hij moet nu de lijn zien te vinden. Kijk, ik zou hem van geel proberen, maar hij kan er slecht bij. Dus hij gaat nu van rood. Kijk, hij zou via één man, maar ook twee man. Dus als hij rechts effect, een beetje snijstoot. Niet te dik. En dan mooi naar de gele toe. Dus hij snijdt hem aan. 19. Kijk, en dan raakt hij een beetje stevig. Ietsjes te hard. Maar goed, er valt toch nog weer een positie. En hij gaat ook wel goed door de bal. Kijk, mooi aanleggen. Dat ziet er goed uit. Dus de gele bal goed inzetten. Kijk, hij doet hem half 20. Dik. Is niet zo heel dik, weet je, voor die bal. De geel komt wel, maar niet genoeg. En hij gaat gewoon vol op de rood. U ziet, er valt evengoed weer een bal. Als hij nu geel raakt via de lange band, dan gaat hij mooi naar rood. Kijk, hij kiest ook gelijk voor die dikte. Dus voelen, tik. En rustig blijven staan, Piet. 21. Wat nieuwsgierig iedere keer of hij raak gaat. Er is ook een beetje tempo erin, hè? Dat is ook wat je ziet. Kijk, en nou probeert hij van rood richting de gele. Dus een beetje hardbal, hoog aan de bal, op dikte. Voelen, tak. Kijk, 22. Weer hard. En dan doet hij het gewoon omdat hij een rechte lijn maakt op de rode bal. Dus je mag best hard stoten als het maar recht is. Als je maar recht naar het punt gaat waar je dus je dikte ziet. Dus je moet altijd richting bal 2 een goede lijn bepalen. Goede lijn hier. Hij bepaalt weer een mooie lijn op de rode bal. Dus voelen, rustig voelen en tik. Kijk, daar gaat hij weer. Kijk, zie je? Dus het is best wel mooi raak hoor, één bandstootje. Het is wat hard, maar aan de andere kant, het is ook mooi raak. Kijk, en hier ligt weer een mooie bal van geel. Hij zou via twee banden kunnen, want hij ligt wat schuin op de gele bal. Maar hij kan hem ook nog dun spelen en dan rustig naar de rode bal toe. Of wat harder, dan maakt hij maar recht vooruit op geel. Dus voelen, tik, mooi erin. 24. Kijk, hup, half op de rode. Kijk, en de rollenballen, de ballen naar deze kant van het biljart. Nou, dit was Piet. Hij heeft in 8 beurten heb je 24 karambals, dus hij speelt gewoon met 3 gemiddeld. U ziet dat Piet hier een grote bal heeft neergelegd. Allebei de ballen aan de lange band. Zijn moyenne is fantastisch. En dit zijn van die ballen, ja, als je deze maakt, dan kun je weer een punt verder maken. Een mooie snijstoot van geel met links effect of met rechts effect van rood. Wilt u ook biljartles in Alkmaar? Mail gerust naar geestensingel@gmail.com. Ik ontvang u graag met een kop koffie. De parkeerkaart is aanwezig. Dus tot snel in Alkmaar. En Piet doet al aardig zijn best. Het is gewoon genieten om iemand zo bezig te zien. Piet zijn kwaliteiten zijn mede ontstaan door Mike's biljart trainingsspel. Waar hij al heel wat stootbeelden mee heeft geoefend. Heeft u interesse? Stuur een mail. Groeten Mike.